Lekker. Saartje, ik maak me een beetje zorgen. Ik spreek de laatste tijd steeds meer kinderen die niet meer weten wat we vieren met kerstmis. Ze kennen het hele kerstverhaal niet meer. Het kerstverhaal, zegt u? Dat is toch het verhaal over de geboorte van Jezus? Precies, ja. Want heel lang geleden werd er met kerstmis Jezus geboren. Hij was een heel lief babytje. En later zorgde hij voor heel veel vrede op aarde. En hij gaf altijd het goede voorbeeld. Hè? Ja, waren alle mensen maar zo. Hè? Dat is zo zonde dat het verhaal zo weinig wordt verteld. Het zou veel meer verteld moeten worden. Gelooft u dat het verhaal echt gebeurd is? Dat geloof ik zeker, Saartje. En jij? Ik ook. Meneer Frans heeft het heel vaak aan mij verteld. We zouden het zo kunnen naspelen. Nou, en daarom ben ik hier, Saartje. Want ik denk zeker te weten dat jij en meneer Frans het verhaal kunnen naspelen voor alle kindjes die zitten te kijken. Ik denk dat meneer Frans en ik dat heel goed kunnen. Ja, ik ga het meteen aan meneer Frans vertellen dat wij het verhaal gaan naspelen. Goed, hè? Oh, verrassend hoor. Hij is weg. Oh. Op een avond op zolder vond ik een mooie pop. Ze had twee oren en twee ogen op een roze kop. Saartje, hoi Saartje, jij bent een lieve meid. Saartje, hoi Saartje, ik wil jou nooit meer kwijt. In mijn hoofd kom jij tot leven, wij zijn vrienden, dat is zo. Wij beleven avonturen in de studio. Saartje en ik gaan een verhaal naspelen dat heel lang geleden gebeurde. En Jozef ga ik spelen en Saartje speelt Maria. En Jozef en Maria kregen een fantastisch kind. En dat kind heette Jezus. Maar wie Jezus gaat spelen, weten we nog niet. Let maar goed op. Heel lang geleden, in een land hier ver vandaan, woonden twee mensen die veel van elkaar hielden. Ze heten Jozef en Maria. Jozef was timmerman en Maria werkte thuis. Op een dag kwam er een engel aangevlogen. De engel vertelde dat Jozef en Maria binnenkort mama en papa zouden worden van een mooie baby. En niet zomaar een baby. Het zou later een bijzonder kind worden. Een kind dat de mensen zou helpen en leren hoe je lief met elkaar omgaat. Hij zou zorgen voor vrede op aarde. De engel had ook gezegd dat ze het kind Jezus moesten noemen. Oh, wat waren ze gelukkig. Totdat de keizer, de baas van het land, zei zomaar ineens dat iedereen moest teruggaan naar de plaats waar hij of zij geboren was. Jozef en Maria moesten daarom naar Bethlehem reizen. Hoe moet dat nou, dacht Maria. Ik kan zo'n lange reis nu toch niet maken. We moeten de hele weg lopen. Dat is veel te zwaar met zo'n dikke buik. Jozef bedacht toen een geweldig idee. Hij telde zijn geld en had net genoeg om een ezel te kunnen kopen. Dan zou Jozef lopen en kon Maria op het ezeltje zitten. Geniaal! De volgende morgen stond Jozef vroeg op om een ezel te zoeken. En na lang zoeken kon Jozef een lieve ezel vinden. Jozef liet de ezel aan Maria zien en zo konden ze op weg naar Bethlehem. Maar de tocht was hartstikke vermoeiend. Dagenlang waren Jozef en Maria onderweg naar Bethlehem. Ze reisden door de regen, door de sneeuw, door de modder. Er kwam geen einde aan. Maria voelde dat de baby bijna geboren zou worden. Toen Jozef en Maria eindelijk aankwamen in Bethlehem, zag Jozef in de verte een herberg, een soort hotel,
waar de baby veilig en warm geboren kon worden. Oh nee, er was geen plek in de herberg. Wat zielig voor Maria. Jozef kreeg ineens een fantastisch idee. Ik ga gewoon nog meer hotels zoeken en vragen of er nog een kamer vrij is, dacht Jozef. Overal waar Jozef vroeg of er nog plek was, kreeg hij steeds hetzelfde antwoord te horen. Nee, onze herberg zit al helemaal vol. Ga weg. En bij een andere herberg had Jozef wat meer geluk. Een vriendelijke vrouw deed open. Nee, zei ze. Ik heb geen plaats meer in mijn herberg. Maar een stukje verderop staat nog een oude stal. Misschien kunt u daar slapen. Jozef bedankte de vrouw. Het leek hem een heel goed idee. Jozef deed de deur van de stal open en liep met Maria naar binnen. De ezel kreeg ook een plek in de stal. Wat is het hier lekker warm en droog? Jozef en Maria waren doodmoe en gingen meteen slapen. Die nacht gebeurde het. In de oude stal werd het kindje geboren. Jozef en Maria waren dolgelukkig. Jozef vulde een voederbak met stro. Een echte papa. En Maria wikkelde de baby in een paar doeken. Als een echte mama. En legde de baby in de kribbe. Zo heet die voederbak. Daarna ging Jozef naast Maria zitten. En samen keken ze naar dat kleine mensje. Jezus is geboren. Dit was het kerstverhaal. Dat hebben Saartje en ik fantastisch nagespeeld. Al zeg ik het zelf. Nou ja, we hebben niet alles nagespeeld. Er kwamen namelijk ook nog 3 koningen op bezoek met cadeaus. Ze volgden de ster en de ster wees hen de weg naar de stal. En er kwamen ook nog herders langs. Die kwamen ook gezellig op bezoek. En herders, dat zijn de bewakers van schapen. Toevallig zijn er hier een paar. En er was ook een os in de stal. En ja, we konden geen os vinden. Sorry, dat is een vriendelijke stier. Maar voor de rest hebben we alles nagespeeld. En we zijn er ook moe van. Saartje is al aan het slapen. En ik? Ik ga nu slapen. Doei! Die Jozef hè, en die Maria ook, die ezeltje erbij en alles. Wat hebben jullie allemaal nog onthouden van het kerstverhaal? Ga eens vertellen. Vertel eens nog eens wat meer over het kerstverhaal. Hè?